Paco van Morsel, hoeveel waarde moeten we aan deze 3-1 zege op NEC hechten? Ja, uitslagen zijn nooit zo belangrijk in de oefenwedstrijden, maar toch is winnen wel lekker. En ik denk dat het ook wel terecht was over tijdende zege. Dus het is alleen maar een goed gevoel richting de competitie. Toch hadden zij in de tweede helft wat kansen op 2-2. Twee keer een bal op de paal. Uiteindelijk maken jullie de counter 3-1. Over 90 minuten denk ik verdiend, maar in die fase was het toch even moeilijk. Ja, klopt. Ze hebben wel mogelijkheden gehad. Maar wij ook zeker al om eerder uit te lopen. Dus het was redelijk veel kansen in de tweede helft. Dus als we dan allebei een goal maken en dan 3-1 winnen is gewoon prima, denk ik. In de slotfase nog een charge van Haken op jou. Vrees je eventjes voor blessure? Ja, ik kwam er gestrekt been in. Dus, was even oppassen, maar gelukkig niks aan de hand. In de eerste helft speelde de basisformatie, tweede helft de reserves. Ja, en dus in de tweede helft speelde jij. Zit je bij de reserves? Maak je je zorgen? Ja, maak je je zorgen. Nou, kijk, ik heb veel blessures gehad de eerste helft. En ik ben blij dat ik weer fit ben. En ik moet gewoon laten zien. Dus is heel simpel. Ja, want zo staat iedereen denk ik in. Hè? 38 mensen hier op dat trainingskamp. Allemaal probeer je een basisplaats. Dus het wordt echt knokken om je plekje. Nou ja, zo zit het. Veel spelers. Iedereen is weer aan boord. Dus je moet laten zien dat je wil spelen. En daar zijn we mee bezig. Dus.